Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering praten wij met de heer Jack Menke over het boek Suriname Land of Diversity. We zullen de nadruk leggen op klimaatcrisis. Ik ben Naranza en geniet u van deze aflevering. Meneer Jack, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het lekker. Ja, lekker long weekend achter de rug. Klopt. Dus lekker in de natuur gezeten. Want ik leef in harmonie met de natuur, hoor. Ja, dat is belangrijk. Dus ik zit niet zozeer achter de boeken alleen. Oké, geweldig. Nou, meneer Jack, we zijn hier om te praten over uw boek Land of Diversity. Allereerst, voordat we daarmee beginnen, natuurlijk willen de mensen weten wie is Jack Uden, Jack Menken, sorry, voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, nou, ik ben Surinamer. Dus met Surinaams paspoort. Mm-hmm. Dat is belangrijk om dat erbij te vertellen. En ik heb, ik zit in een aantal netwerken al heel lang die gericht zijn op Suriname en de directe omgeving, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied. Mm-hmm. En daarin ben ik steeds meer gaan wortelen, zowel in mijn werk op de universiteit, maar ook in alle andere netwerken, civil society groepen. Mm-hmm. En ook dus in, laat maar zeggen, de platformpjes van de regio, zoals ik noem maar wat Suribras, Suriname, Brazilië netwerk, Guyanese netwerken en netwerken met Frans-Guyane. Oké, geweldig. En ik neem aan dat dat ook de inspiratie is geweest van de projecten welke u gedaan heeft en nog steeds doet. Ja, ik moet zeggen, ik voel me steeds meer geworteld in het continent Zuid-Amerika en dan ook noem het eilandengebied, Caribisch gebied erbij. En dat is een, inderdaad het mooiste proces in mijn leven, in mijn carrière, maar ook in mijn leven geweest. Omdat ik in Nederland ben opgeleid, weet je, 6,5 jaar heb gewoond. En dat werd altijd afgeschilderd toen ik op school was als het paradijs. En alles wat het beste was, weet je, kennis. Tot ik terugkwam en langzaam, eigenlijk heel moeizaam, maar langzaam, ging beseffen dat er een hele interessante wereld was. En dat was die wereld van Suriname en de landen eromheen en het continent Zuid-Amerika. En zelf ook Noord-Amerika erbij, hoor. En toen besefte ik dat een heleboel dingen die ik had geleerd wel goed waren, ook in Nederland. Maar dat het groter geheel waarin het past, toch, zeg het rekenwerk of het statistisch werk of taal, dat je het altijd moet plaatsen in een groter geheel van een ontwikkelingsperspectief. En ik moet zeggen, dat is het belangrijkste wat ik de afgelopen decennia heb gedaan, het ontwikkelingsperspectief van Suriname en de regio, om me daarin te verdiepen en te kijken wat de oplossingen zijn. Oké, geweldig. We gaan nu over Land of Diversity praten. Ja. Misschien kunt u ons vertellen, waarover gaat het boek als men hoort Land of Diversity? Nou, het boek gaat in de eerste plaats over dus hoe je cultuur, toch, en de natuurlijke, noem het hulpbronnen, maar dan niet zozeer mineralen alleen, maar het bos, weet je, het water, de medicinale planten, hoe je die in balans moet brengen met elkaar. En we vergeten dat vaak, omdat achtereenvolgende regeringen, maar ook bedrijven en ook groepen, mensen, die focussen meestal op, weet je, groei en natuurlijke hulpbronnen. Dus die denken van je brengt het land vooruit wanneer je jouw mineralen als bauxiet, weet je, goud, olie, als je die gaat ontwikkelen. Dus dan noemen ze ook het woordje ontwikkelen ten onrechte. En wat we beoogden met dit boek is om eigenlijk te wijzen van, weet je, er is een ander pad dat Suriname op een, weet je, duurzame manier kan ontwikkelen. Waarbij dus ook het achterland, het bos, weet je, we zijn met 93% het meest beboste land. We zijn wat we noemen koolstofnegatief, weet je, samen met Panama en Bhutan.
En dat je dat niet kapot slaat. En omdat we dus in een koord zitten van continu van weet je, mineralen, hulpbronnen dus exploiteren. Toch eerst bauxiet, goud in, vanaf de 80er jaren, bauxiet vanaf 1916 tot 2016. Olie vanaf 1980 op land, dus onshore. En straks als het doorgaat 2028, offshore olie. En willen we eigenlijk met dit boek wijzen van er zijn een heleboel andere mogelijkheden om die balans te vinden. Maar dan moet je dus de mens en de cultuur, en dan bedoel ik ook vooral de inheemse en tribale volkeren in het achterland, moet je die een veel betere plek geven in het hele ontwikkelingsbeleid. En dat wordt ook meegenomen in dit boek. Oké, en wie hebben er allemaal aan gewerkt? Nou, dit boek hebben meegewerkt 11 personen, 11 auteurs. En die auteurs, ik kan een aantal noemen. Die auteurs die hebben we ingepast in die 4 delen van dat boek. Dat boek heeft 4 delen. Dus het eerste deel gaat over een beetje meer methode. Daaraan hebben meegewerkt Sankat Singh, Glenn Sankat Singh en Aruba en ik. Het tweede deel gaat over de natuur. Daaraan hebben meegewerkt Jamil Harlo, Paul Ouboter en nog iemand, even de naam vergeten. En het derde deel gaat over gezondheid. Daar hebben meegewerkt een veearts, mevrouw Van Souwers, mevrouw Kamala Nanan Pandey, een psychiater. Overigens, het tweede deel heeft ook gewerkt Monique Pool natuurlijk, niet te vergeten. Die heeft over wildlife, over dieren geschreven. En in het vierde deel, dat gaat over sociale en culturele diversiteit. Daaraan hebben meegewerkt Carla Bakboord en Kirti Algu. Dus in totaal 11 personen. En je ziet het ook, die thema's, die hoofdthema's, die zijn heel divers. Dus daar is ook een stukje diversiteit. En dat wilden we eigenlijk ook in balans brengen. Dat, weet je, als je een land ontwikkelt, moet je dus zowel cultuur als natuur moet je eigenlijk nooit van elkaar scheiden. Ja. En dat is de bedoeling geweest van dit boek. Oké, maar er wordt niet heel veel daarover gesproken. Wanneer men praat over ontwikkeling, hebben ze het bijna niet over. Dat, net als wat u zegt, alles moet in balans staan met elkaar. Dus hoe uitdagend is het om die bewustwording op gang te brengen? Ja, ik denk het is een hele grote uitdaging. Het lijkt soms, hoe zeg je het, dat je moet tegen de stroom inzwemmen, kunnen zwemmen. En ik weet niet of je ooit hebt gezwommen in grote rivieren. Je zwemwedstrijden, oké. Tegen de stroom in zwemmen moet je verschrikkelijk slim zijn. Soms moet je dwars gaan. Eigenlijk met boot heb je hetzelfde. Ja, je moet nooit dwars tegen de golven ingaan. Dus je moet, om het in balans te brengen, moet je rekening houden dat de mainstream visie op ontwikkeling, die volgens ons, dus de mensen die hebben meegedaan naar het boek, verkeerd is. Die mainstream visie is groei. Dus men denkt, als je economie groeit, weet je, met zoveel procent, weet je, je bruto nationaal product groeit en dat je het kan herverdelen, denkt men dat je daarmee ontwikkeling brengt. En dat is een grote misvatting. Dus je moet, die uitdaging is heel erg groot om eigenlijk te tackelen, in de eerste plaats, de manier waarop beleidsmakers ontwikkeling zien. En om het makkelijk te zeggen, doorgaans de meeste beleidsmakers zien ontwikkeling als hetzelfde, we zeggen met een moeilijk woord, synoniem met groei, economische groei. En dat is allang achterhaald. Dus eigenlijk blijven een heleboel beleidsmakers en daarmee ook regeringen steken in dat verkeerde concept. Om een voorbeeld te geven, een heleboel mensen weten niet, bauxiet was de kurk van de economie. 100 jaar lang, 1916 tot 2016. Toen het Afubaka-project werd afgerond in 1964, weet je, met stuwmeer en dus die hydro-elektriciteit, dus die stuwdam en die elektriciteit die EBS voor het grootste deel gebruikt voor de voorziening van stroom, dus ook voor ATV. Ja. Nou, heb je twee dingen gehad. Eén, dat die groei, economische groei na 1964, heeft ongeveer 3 tot 4 jaar maar geduurd. De economie groeide 6-7%.
En daarna was het uitgeblust. En die spin-off ervan is nooit meer terechtgekomen bij brede lagen. Want die stroom werd gebruikt door wie? Voornamelijk de kustvlakte mensen, niet het achterland. Achterland inheems en tribale volken hebben heel lang met lichtmotoren moeten draaien. En ik weet niet of je de gewoontes kent. Vroeger was het dat bijvoorbeeld 6-7 uurtjes draait. 7 uur 's avonds geen lichtmotor meer in die dorpen. Mm-hmm. Nu hebben een aantal dorpen dus EBS-stroom. Maar het achterland heeft de prijs moeten betalen. En een groot deel van die dorpen van de Saramakaners kwamen onder water. Dus de mensen moesten transmigreren. Nou, en dat is eigenlijk anti-ontwikkeling. Want je haalt die mensen uit hun leefgebied, zoals mm-hmm. ze hebben gewoond, in plaats van dat je dus die leefgebieden ontwikkelt. Ik denk dat dat het mooiste voorbeeld is van een grote uitdaging. Dat ontwikkeling niet iets is van economische groei die ten goede komt aan een kleinere groep. En dat is eigenlijk die uitdaging. En in dit boek wordt dat eigenlijk ook gechallenged. En schenken we ook heel veel aandacht aan de natuur en natuurgebieden als, ik noem maar wat, Bronsberg is een natuurpark. Ja. Weet je, daar ook goud wordt gewonnen. Niet alleen onder die berg, maar tegenwoordig ook dat natuurpark zelf. En het is het enige natuurpark van Suriname, dat jullie allemaal misschien ook kennen. En je ziet tegenwoordig ook die kwikvervuiling tot in die vallen, de Irene en de Mazaruni vallen. Ja, en u zegt, het is in het boek inderdaad besproken, maar is er zeg maar ook, is bij de lancering, is er een uitnodiging gegeven misschien aan de regering of beleidsmakers, zodat zij dat ook gewoon kunnen meenemen? Want er is inderdaad een boek, er wordt over gesproken, maar dan nog merken dat ze het gewoon een beetje terzijde leggen, ondanks dat het een belangrijk aspect is. Ja, maar dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar we vergeten gewoon, we zitten in Suriname. Mm-hmm. Een van de 14 landen op het continent van Zuid-Amerika. En Suriname is eigenlijk qua publicaties over wat dan ook, academisch beleid, een achterblijver. Yeah. Het klinkt een beetje hard en vervelend om het te horen. Maar als je vergelijkt wat Suriname produceert vergeleken met, noem maar Frans Guyana, een departement, een kolonie van Frankrijk, weet je, zijn we achterlopen. Als je Suriname vergelijkt met Amapa. Amapa is iets kleiner dan Suriname, met 800.000 inwoners, Braziliaanse staat. Weet je, onder Frans-Guyana grens voor een klein stukje aan Suriname. Mm-hmm. Nou, die hebben het 10-20-voudige qua publicaties. Maar belangrijker is ook dat beleid, dus universiteit, mm-hmm. wetenschappelijk beleid, met het beleid van dus de staat Amapa, is veel meer verbonden. Het is een veel innige, laat me zeggen, relatie tussen wat universiteiten voortbrengen en het beleid. Hier staat academisch beleid, publiceren, research in de kinderschoenen. Hello. Dus ik denk dat, en dat regeringen zijn ook gewoon om veel meer politieke statements te maken. Yeah, en neem bijvoorbeeld 1 juli viering gisteren. Ga gewoon op Starnieuws. Dan ga je zien 10 tot misschien 12, 15 statements over 1 juli. Allemaal, bijna allemaal, zijn gewoon verschrikkelijk hol. Ze zeggen allemaal niks. Ja. Terwijl die discussie over slavernij, verleden en contractarmee, mm-hmm. weet je, dus daar zou je eigenlijk een visie over moeten ontwikkelen. En wat zie je? Achtereenvolgende regeringen, ook deze regering, heeft heel lang gelopen achter de komma van Rutte. Ja, toch, zo wordt het genoemd, de komma van Rutte. Ja. Ik bedoel, ik heb ook in Nederland gezeten. Wie is Rutte om ons te zeggen, ik zet een komma en dan moeten we dat nog invullen? Je moet niet naar Rutte luisteren. Je moet vanuit jouw inheemse, dus contractarbeid, jouw slavernijverleden en de positie van inheemse die van hun grondgebied zijn verdwenen, moet je gewoon een visie ontwikkelen. En moet je gewoon vanuit het Surinaams perspectief, moet je dat gewoon brengen naar de bevolking. En met het woord dat je noemt bewustwording, mm-hmm. moet je dus de mensen, niet alleen inheemse en Marons en Hindoestaanse en Javaanse en Chinese contractarbeiders, maar moet je die totale bevolking eigenlijk meetrekken in een bewustwordingsproces. En dat gebeurt keer op keer niet. En we zitten dan na 1 juli vandaag, met dus de berichtgeving in Star News.
Je moet ze echt allemaal lezen. En dan ga je zien het gros van ze gewoon ja, zo'n oppervlakkige statement. En vaak met een beetje een politieke ondertoon. Weet je, om de eigen partij een beetje, politieke partij een beetje in het vizier te krijgen in die samenleving. Ja, wat natuurlijk heel erg. Het valt eigenlijk te betreuren. Als u de vrouw aan Ruud zo benadrukt, is het wel jammer. U zegt, in andere landen, u heeft net een paar voorbeelden genoemd, is de relatie tussen dat wat de universiteit uitbrengt, om het zo te zeggen, het advies, zeg maar best beter dan als we het moeten vergelijken met Suriname. Dus hoe zouden wij die verandering hier kunnen brengen? Nou, in de eerste plaats zou je die verandering moeten brengen door het budget, dus de begroting van de regering, moet totaal anders worden verdeeld. Heel eenvoudig, er moet een veel groter deel van de begroting naar onderwijs en wetenschap. Er gaat bijna niks daar naartoe. De meeste investeringen in onderwijs, vanaf Vreubel, lager onderwijs tot de universiteit, zijn ja, investeringen in infrastructuur, gebouwen, weet je, de weg, de hefboom. Nou, en dan kom je dus niet verder. Wil je werkelijk een land op een ander pad brengen? De belangrijkste motor voor ontwikkeling is je investering in, noem het, kennis van onderen tot bovenaan. Dus dat is het eerste wat zou moeten gebeuren. En het tweede is dat die begrotingspot ligt bij in de stad, bij een ministerie van Financiën. En het is centraal, dus er wordt centraal verdeeld. Het is dus niet gedecentraliseerd. Dus districten als die 10 districten van ons, toch? Dus, en dan bedoel ik ook de districten Sipaliwini, Brokopondo, Saramaka, etc. Die hebben nauwelijks geld om een eigen infrastructuur, de wegen, het milieu, vuilophaaldienst, om dat te plannen. Dus het tweede wat we zouden moeten doen, afstappen van, weet je, dat centraal gedoe van dat de regering alle geld heeft, centraal. Toch, ik zeg het makkelijk bij het ministerie van Financiën. En dat je daar van daaruit een verdeling krijgt, continu een hele regeerperiode. Waardoor de districten niet zelfstandig kunnen beslissen over een heleboel zaken waar ze zelf beleid over zouden kunnen maken met districtsbestuur en de resortsraden. Ik denk dat die twee dingen de eerste dingen zijn die we echt drastisch zouden moeten veranderen in Suriname. Oké, heeft u nog informatie die u wilt toevoegen over uw boek, voordat we afsluiten? Ja, misschien het belangrijkste is dat in het boek hebben we dus 4 hoofddelen, toch, die ik al heb genoemd. Toch, methodologie, natuur, gezondheid en culturele en sociale diversiteit. En interessant in dat boek is natuurlijk ook dat we, dus laat me zeggen, dus het onderdeel dat ik heb gedaan is methode, maar toegespitst op lepra. En het klinkt gek, lepra is een besmettelijke ziekte. Ja. Het is de eerste waarvan men een bacterie heeft ontdekt in de medische wetenschap. En het heeft gewoon gezorgd voor, het was net zo'n ramp als, weet je, COVID. In een heleboel landen in de 18e, 19e eeuw. Nou, en het leuke van lepra-onderzoek is dat we vroeger altijd dachten van het wordt van mens op mens alleen overgedragen. Toch, want dat is dus toen in 1873 eruit gekomen. Ja. Dus door een enorm meneer Hansen, daarom noemt men het ziekte van Hansen. Nou, het project dat we hier hebben gedraaid, met een heleboel mensen ook uit andere landen, de afgelopen 15 jaar, weet je, toont dat lepra niet alleen wordt overgebracht, dus van mens op mens, maar ook van dier naar mens en zelf van de bodem. Weet je, en die dieren die die bacterie ook hebben, zijn bijvoorbeeld de kapassie in Suriname. Oh, ja. Toch, wat ze in het Engels noemen amardello. Dus wat we dan in dit artikel wijzen is van, dus, weet je, de nieuwe visie op, laten we zeggen, gezondheid en besmetting. En uiteindelijk hebben we in dit project, dus in het artikel dat ik heb geschreven, weet je, wordt ook duidelijk hoe belangrijk cultuur is, omdat ook de mensen uit het binnenland, toch de Saramakaners bijvoorbeeld, hebben ook een hele visie, traditionele visie ontwikkeld op, laat me zeggen, lepra en het woordje treef. Toch treef, dat we allemaal kennen. Ja. Treef en China.
Nou, en in dit project en in dit artikel van mij wordt eigenlijk dus die balans, toch dat verband tussen cultuur en natuur en gezondheid, dat wordt eigenlijk uit de doeken gedaan. Dus die verschillende artikelen geven allemaal dus eigenlijk dus aan hoe innig cultuur en natuur zijn verbonden met elkaar. En als je beleid wil loslaten erop, ga je dus steeds meer rekening moeten houden met eigenlijk, het boek heet Suriname Land of Diversity. Mm-hmm. En het balanceren van natuur en cultuur voor ontwikkeling. Nou, meneer Jack, het was heel productief. Ik heb veel meer geleerd trouwens. En ik geloof de mensen thuis ook. Heeft u nog een boodschap ter afsluiting? En dan mag u in de camera kijken. Ja, zeker. Ik denk een belangrijke boodschap is dat we dus ervoor gaan zorgen dat dit boek natuurlijk ook verkrijgbaar is, beschikbaar is voor degenen die interesse hebben. En we hebben vanaf volgende week, dus na het komend weekend, zijn hardcopies beschikbaar in de boekhandel. En ik dacht ook bij Readytext aan de Hoek Maagdenstraat en de Steenbakkerijstraat. En vervolgens gaan we het ook in PDF, dus dat wil zeggen digitaal, beschikbaar stellen voor het publiek. Oké. We wensen u natuurlijk heel veel succes en dank u wel dat u bent gekomen om te praten over Land of Diversity. Ja, het was een genoegen en ook bedankt voor dit interview. Met de focus op eigenlijk harmonie brengen in samenhang met de natuur en ontwikkeling, zullen we Suriname op een betere manier kunnen ontwikkelen of naar hogere hoogtes kunnen tillen. Met deze woorden van de heer Jack Menke zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. We zien u volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering. Ik ben Aranza, bedankt voor het kijken.